Welkom iedereen. Ik hoop dat je allemaal de conditioneel goed voor doe abige woroko. De 3D sa okom woroko zou moest doen die a toekomst. Woroko zou ook doen die a volk en die is refix. Van oudsher zijn het de inheemse en de Marons die in het binnenland van Suriname wonen. En tot nu toe, zoals ze zich hebben gedragen samen met de natuur, dat ze het bos hebben beschermd, de natuur in stand hebben gehouden. Meneer John van der Bos, kapitein voor Peking Poika. Mijn breed in een grensoverschrijdende conferentie te zien. Na zo ook een keer brakserie Makandra voor een contact van boensan en een boendenkie voor droom kan komen in werkelijkheid. Met deze alles maar granten. Meneer Jogi Roberto, voor het het basisuitgangspunt van ons is, we hebben recht op het terrein, recht op land. En wanneer we praten over land, dan hebben we het ook over waar je gaat jagen, waar je gaat vissen, tot hoe ver reik je, waar zijn de heilige plaatsen, noem maar op. En dat hebben we niet zomaar. Het heel kustgebied van ons, daar was vroeger bewoond en daar hebben de inheemsen plaats moeten maken voor de nieuwkomers, de kolonisator en later ook nog de immigratie van andere groepen. Zonder ons zou alle natuur al kapot gemaakt zijn. Dus wij zijn nog de beschermer van moeder natuur. Inheemse mensen, ze zijn niet als de andere Surinamers die hier zijn komen wonen. Inheemse mensen, ze zijn ook een volk. Ze hebben ook hun traditie en ze leven in stamverband. Ze zijn natuurmensen, ze hebben een binding met de grond daar waar ze eeuwen hebben gewoond. En met de natuur. Wat ik niet kan zeggen van alle andere Surinamers hier. Agroletitori voor de poswang in voor grondtapu de inheemse wekarding. Deso taki in a her grondtapu ala voor den effecti voor abi letitap den grond. En a bigi orga Verenigde Naties refi feni taki ala den poswang disi abi letitap a grond pede libi jarenlang, duizenden jaren, honderden jaren. In 2007 heeft Suriname de rechten van de inheemsen getekend. En daarbij heeft ze een uitzondering gemaakt om te zeggen, luister, de natuurlijke hulpbronnen die daar komen, komen niet koet te koet als bezit van de inheemsen. Dat is een kanttekening die ze gemaakt hebben. Maar uit dat recht kan je rechten aan ontlenen, in de zin van het zelfbeschikkingsrecht. Dat wil zeggen dat ik in mijn dorp de inrichting, de aansturing, zoals de mensen en hun leiding dat bepaald hebben, moeten kunnen uitvoeren zonder interventie van de overheid. Twee, het kiezen van de leiding in het dorp, daar gaat het om, dat volledig moet worden gedaan door de mensen zelf, dat ze hun eigen leiding kiezen zonder interventie. Men vindt over het algemeen dat de inheemse een staat in een staat willen oprichten als ze op ongegronde rechten gaan willen hebben. Maar dat is het niet. Inheemse willen niet een staat in een staat. Inheemse willen erkenning hebben van hun rechten op de grond waarop ze al eeuwen wonen. Dat willen de inheemsen en ze willen verder in vrede leven met alle andere Surinamers die later hier zijn komen wonen. A wet etaki alla grond
napu kralanti. Ya, ala grona planti. Dus ingi no mantaki agrondis naf mi adorpu disi naf mi u abi papira pende. No one dorpu nabi eigendomsrecht, eigendomspapira. Ik kan niet zeggen dat wij vanuit de regering, vanuit de overheid, enige indicatie hebben wat echt Surinaams is. Dat betekent, we hebben nog geen wetgeving ontwikkeld die de mensenrechten van alle mensen in Suriname waarborgen. Ongeacht wie je bent, ongeacht hoe je leeft, de cultuurbeleving, niets is gewaarborgd. Voor de individuele mens is dat wel zo. Hoewel ik inheems ben en ik woon in Paramaribo, volgens dat systeem ga ik wonen, want Paramaribo kent geen dorpssysteem. Is mijn recht dat moment daar wel gewaarborgd. Maar wanneer ik in mijn dorpgemeenschap ben, of woon en leef, dan ben ik in feite vogelvrij verklaard. Hoe alleen zo gedoro? Hoe alleen, hoe aan de slachtoffer? Hoe aan de pinamang? Hoe aan gosodoro? Ik denk niet. Maar als je een mens met poorten groen aan of een mens met behandeling in de chilling, dan is het een beetje nu. Voor een dag next, we wachten nog maar dat we een decreet maken, wet maken, smijt leg uit zo moest doen, zonder dat we een doen aan. We hebben steeds gevraagd, geef, erken ons land. Geef ons de beschikking. We hebben gedemarkeerd, we hebben het in kaart gebracht. Eerder was dat er niet. En wanneer je dat vraagt, hebben ze ons altijd gezegd, straks komen de Hindustanen ook, de Javanen ook, grond claimen. Maar bij ons is het iets anders. We zijn niet gekomen, we waren al hier. We wonen al eeuwen. Zonder inspraak van ons geeft de overheid lappen grond aan derden, vrienden binnen inheems gebied. We moeten hem eerst toestemming vragen. Anders, als we ons gebied gaat betreden, is op eigen risico. Dus het kan best wel voorkomen dat hij op mensen kan kunnen schieten, toch? En we moeten hem eerst middels een schrijven of telefonisch contacten. En het hangt van hem af als hij toestemming gaat geven, ja of nee. Ik ben niet zo gek om dat te gaan doen. Dat is ook mijn gebied. In Anapaik gebied is dit moment voor Karimperos, goudzoeker, overheid die concessie. Dit moment is wat er vervuil. Vervuil ik kom door goudzoeker, Ulemari en de goede berichten en jouw passie. Bigi machine dat pokline. Dus alles aan dat bijna goed te pressen. Daarom veel vervelen. Te wat er doet, na inomang, enkel inomang ontimoro, inomang sifisimoro, en inomang de vreemoro om bijvoorbeeld zwemmen, skiing, kras-krasi en meer ziki, bijvoorbeeld diarree gevallen, des en dat. Ik ben een kantakje, een lintje, een kakje, dat mag ik draven. Met betrekking tot de natuurlijke hulpbronnen, grond is een van de zaken die ook is aangegeven. En dat wanneer dat vernietigd gaat worden, doordat er onder de grond andersoortige mineralen of edelgesteenten gevonden wordt en dat er daar mijnen komen, dat men in elk geval dat met ons moet bespreken. In de FPIC is ook aangegeven dat wij consent moeten geven voor de activiteiten die er plaatsvinden. En consent kan je geven dat wanneer het in staatsbelang is, dat we een even goede plaats moeten kunnen krijgen, even groot. En de voordelen die we daar zullen hebben, zal ons in de gelegenheid stellen om die consent te geven
voor eventuele nationale ontwikkeling. Wat wij vragen, geef ons, praat met ons. Laten we de stukken op tafel gooien. De natuur, die wordt ziek gemaakt eigenlijk. Vooral in het binnenland, hè, waar goud wordt gemeen. Je vraagt je af hoe lang nog zal men werken. Toch? En de ziektes die zullen komen na alles. Toch? Hoe zal na 20, 30 jaar het binnenland eruit zien, bij wijze van praten? Gaan we nog die vissen hier eten in de rivier? Als je bent legaal, Brazil is mijn ego, maar die post ik kwam dat we merkt dat de man officieel via over het kantoor. Dus als de man ziet dat papier had, dat de man met de man psal officieel en de soort dat die nooit illegaal en nooit erop ingelen. Weet dat die de man ook weer, de man brecht. De stedelingen hebben hun eigen wetten klaargemaakt. Toch? Om alles veilig te stellen. De wet zegt niets over mij. Ik ben zelf niet in de grondwet opgenomen als de oudste bewoner. Maar we staan wel op het wapen. De Indiaan als wapen. Wordt je gesymboliseerd om even zo te houden. Jullie staan daar. Maar in werkelijkheid wordt niets van jou erkend eigenlijk. Dat het Amazonegebied nu als de longen van de aarde wordt betiteld, hebben wij daaraan die grote bijdrage geleverd en nog steeds blijven leveren. Vanwege onze leefsystemen. Dus behoud van de biologische diversiteit, dat is onze bijdrage. Want hadden wij een leefsysteem gehanteerd zoals de westerse wereld dat doet, en dan wil ik vergelijken dat Suriname een land zou zijn zoals een Europees land die geen bossen of bomen meer hebben en dat ze echt volledig 100% bomen moeten gaan planten. Mijn mensen, de inheemsen, zijn altijd mensen geweest die heel rustig zijn en wanneer men denkt dat dit hun land is, waarop ze planten, waarop ze vissen en jagen, ze hebben geen keus. Omdat ze plotseling geconfronteerd worden met de eigenaren, waarop de mensen die concessies hebben gehad binnen hun gebied. En ze geconfronteerd worden op hun eigen land, dat ze er vanaf moeten gaan. En dat betekent ook dat wil jij bereiken, en wij willen bereiken, wat we willen, is dat we die strijd, zij het vreedzaam, agitatie, verzet, er zijn een aantal internationaal. Zeker omdat wij ook overeenkomsten getekend hebben, dat wij Suriname, als het moet, ook aan de schandpaal zullen moeten zetten, internationaal en hier in verzet. En als dat betekent dat we afgeranseld worden, of misschien in het slechtste geval, misschien ook de kans lopen om dood te gaan, dat ik denk dat we dat zullen moeten doen in het belang van onze kinderen. En onze kindskinderen. We hebben geen keus. Ik ga geen grond huren waarop ik eeuwen heb gewoond. Wie moet ik betalen? Dan moet ik mezelf betalen. Ik ga geen grond huren. Mijn eigen ding huren. Dus ik denk dat dat hier belangrijk is. En ik zal nooit een cent willen betalen op een grond waar mijn voorouders allemaal hebben geleefd. Toch? En waar ik nu ook woon en leef. Toch? Dus dat zijn allemaal zaken die soms mensen niet begrijpen. Toch? En zonder grond zullen we een dode volk zijn.